Nou Mark, mooie zonnegevel daar, zie ik. Kunnen we gelijk aantonen wat er allemaal kan met die zon? Hè? Ik ben Mark Snoeren, ik ben ondernemer in Waalwijk, ons bedrijf Plastica. En wij zijn gespecialiseerd in gevelkleding en ook interieur decoratieve plaatmateriaal. We hebben producten in hout, we hebben metaal, kunststof en in steen. Nou, wat wij maken zie je denk ik hier heel goed. We maken trays en potten voor de professionele tuinbouw. Dus dat betekent wij verkopen aan kwekers, hele grote kwekers in heel Europa, hele wereld sterker nog. Dus ja, energieverbruik zijn we echt elke dag mee bezig. Ondernemers in Waalwijk en omgeving hebben de eerste stappen gezet om flink te gaan verduurzamen. En dat doen ze vooral samen. Nou, Waalwijk is een bedrijventerrein wat ontzettend vooruitstrevend is op het gebied van groei, maar ook op het gebied en ontwikkeling van verduurzaming. En van daaruit denk ik dat we de kracht hebben gebundeld om zo snel mogelijk meters te maken. Meters op het gebied van energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Verduurzaming moet gebeuren zoals iedereen het weet, maar vaak weet de ondernemer door het boom het bos niet meer. Wat kan ik voor subsidies krijgen? Wat voor manier moet ik energietransitie toepassen? Hoe moet ik circulaire economie gaan realiseren binnen mijn bedrijf? Het zijn issues die in de hele provincie Noord-Brabant spelen. We hebben geïsoleerd, we hebben airco's gehangen. Ja. Waar we mee kunnen verwarmen en koelen. Ja, ik denk dat we nu iets moeten doen, zeg maar, voor later. Met het plan van aanpak Grote Oogst wil de provincie een impuls geven aan het verduurzamen van talrijke bedrijventerreinen. Want de CO2-uitstoot moet omlaag. Daarom maken we op 13 Brabantse bedrijventerreinen plannen. Dat noemen wij de Grote Oostterreinen. En met die plannen gaan we samen met de bedrijven, met de gemeente en met het parkmanagement ervoor zorgen dat we deze maatschappelijke opgave waarmaken. Daar, dus daar zie je Waalwijk liggen met de bedrijventerreinen aan de noordkant van de A59. Ik ben altijd een beetje extra blij als ik voor Grote Oost naar Waalwijk mag. En dat komt omdat de gemeente al heel lang werkt aan energiebesparing bij bedrijven, omdat er een goede parkmanagementorganisatie is, omdat ze best wel uniek een stichting Waalwijk CO2 vrij hebben. En omdat ook de bedrijven gewoon al best ver zijn met bijvoorbeeld zonnepanelen leggen, zelfs met hele mooie geïntegreerde zonnegevels, met batterijen voor energieopslag. En zo gebeurt er al van alles op het terrein van energiebesparing en circulariteit in Waalwijk. Dus een grote oogst op provinciaal niveau en een Green Deal 2.0 op lokaal niveau. Om duidelijk te maken waar het precies om gaat, worden we op sleeptouw genomen door de projectleider van de stichting Waalwijk CO2 Vrij, Mark Gouda. Een toertje langs collega-ondernemers die al belangrijke stappen hebben gezet. En allemaal uit de batterij. Mark Snoeren bijvoorbeeld heeft een megabatterij neergezet voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ja, we zijn er ook trots op als Stichting Waalwijk CO2 Vrij dat jij de eerste bent in Waalwijk die zeg maar dat hele batterijencompliment hebt aangeschaft. Ja, dan heb je ook een beetje een idee hoe de kasten eruit zien en wat er allemaal in zit. Ja, batterij is weer een stap en we weten allemaal wat er op dit moment gebeurt in het net. Het is overspannen, er is congestie. We weten niet hoe we het op moeten lossen. En een batterij kan daar enorm veel in betekenen. Individueel kunnen we onze deelnemers een scan aanbieden op drie manieren. De allereerste is de energiescan. De tweede manier is een klimaatscan. Dan kijken we op en rond het terrein wat we kunnen verbeteren aan klimaatadaptie. En als derde kan dat een circulair scan zijn. Jan-Willem Bieringa is met zijn bedrijf Dash Plantbak BV een koploper in circulariteit. Koelkastmateriaal, zie je? Oh, dit is van Koelrek, wat uit Waalwijk komt. Ah, mooi man. Maar wat kan hij nog meer doen? Een paar jaar geleden hebben we al onze magazijnen hier in Waalwijk volgelegd met zonnepanelen. Nou, dat is hartstikke mooi, maar is voor ons in Waalwijk 5% van mijn energiebehoefte. Waarom heb jij toen meegedaan aan de Green Deal 1.0 en wat verwacht je als ondernemer van de 2.0? Ja, goede vraag. Samenwerken. Dus als jij nou zorgt dat heel Waalwijk vol komt te liggen met zonnepanelen, op al die dozen, zullen we maar zeggen, dan neem ik die stroom af. Helemaal top. Maar ja, nog meer panelen neerleggen, kan het net dat wel aan. Het pand van Lightronics is een paar jaar geleden gedeeltelijk afgebrand en duurzaam herbouwd. Tenminste, voor zover mogelijk. En als ik nou zo kijk, hè, dan zie ik een soort blokkendoos. Uitermate geschikt voor zonnepanelen. Hebben jullie waarschijnlijk ook rekening mee gehouden met de constructie? Ja, klopt. En ligt het ook helemaal vol? Nee, helaas niet. Het magazijn, het oude magazijn, ligt wel vol.
Hier niet. Dat kon niet vanwege het terugleveren aan het net, dat niet mogelijk was. Netcongestie bedoel je? Ja. Oké, maar dat is dus waar wij jullie mee kunnen helpen. Hè? Wij zijn bezig met een energiehub in Waalwijk, waarbij we eigenlijk proberen die netcongestie tegen te gaan, zelf die energie te verzamelen, eventueel terug te geven aan de ondernemers die het op dat moment wel nodig hebben, ook voor laadpalen voor vrachtwagens bijvoorbeeld. En we kunnen ook zelfs een batterijcompartiment daaraan koppelen, waardoor we in principe ook ten alle tijden van elke dag jullie energie terug kunnen leveren. Oké, dat is hartstikke mooi. Dus dan kunnen we ons dak weer volleggen. Ik hoop het wel, ja. Ja, oké, dat is mooi. Een energy hub dus, onthoud dat woord. Hier zie je straks elektrische laadstations voor vrachtwagens met groene stroom uit eigen opwek. Nou, daarnaast zijn we uiteraard bezig met een smartport in Waalwijk. We staan nu in de oude haven, maar er komt straks een nieuwe haven waarbij we dat compleet geëlektrificeerd willen hebben. En niet alleen het vrachtverkeer, maar ook bijvoorbeeld het hele handling van de containers gaan we proberen elektrisch te voorzien. En dan zou zo'n energiehub daar ook perfect bij passen. De Green Deal 2.0 gaat ervoor zorgen dat in 2026 op een kwart van de bedrijfsdaken grote zonnedaken komen. De CO2-uitstoot hier in 2030 halveert en dat er over 3 jaar al 10% meer groen is op de bedrijventerreinen. Hey Henry, dus hier zijn we bij het warmte-terugwindsysteem. Ja. De stichting Waalwijk CO2-vrij hoopt dat meer ondernemers zich aansluiten. Ondernemers zoals Henri van der Schoot van Trap Direct, die dat al deed en nu flink aan energiebesparing doet. En dit systeem zorgt ervoor dus dat eigenlijk de warme en koele lucht weer teruggaat de ruimte in. En die voor zijn werknemers zorgde voor een leuk duurzaam extraatje. Dit zijn die pelletbriketten. Dit zijn de briketten, ja, juist. Wat ik begrepen heb van jou, is dat jij in navolging van jouzelf, jouw personeel stimuleert om pelletkachels aan te schaffen. Ja, juist. We kunnen ons eigen afval opstoken met de pelletkachel. Dus, Oké. Ik zou elke ondernemer in Waalwijk willen oproepen om zich aan te sluiten bij de Stichting Waalwijk CO2-vrij. Dus automatisch participeert in de Green Deal 2.0. En dan zul je zien dat we met z'n allen een perfect duurzaam Waalwijk bedrijventerrein kunnen maken. En dat geldt uiteraard niet alleen voor het bedrijventerrein hier in Waalwijk, maar ook voor Waspik, ook voor Sprangkapelle. Alle bedrijven in de gemeente Waalwijk, sluit bij ons aan en we gaan er zeker een succes van maken met z'n allen.